nationaal, maar ook in internationaal verband enorm moeten investeren in de technologische onderzoeken die nodig zijn om dit op grotere schaal kostenefficiënter mogelijk te maken. Jullie bedrijf is nou een bedrijf dat een voorbeeld is van veel investeren in eigen onderzoek en wat er nou de vruchten van plukt. Wil je dit in de toekomst versneld kunnen uitrollen, moeten de kosten van het opwekken van aardverwarming natuurlijk nog verder gedrukt worden. En ik denk dat er veel winst is te behalen als Europa, Europese landen die de handen ineen zouden slaan. Ook met Amerika, maar ook met opkomende landen als China, om zo snel mogelijk op wereldniveau de kosten voor dit soort energie omlaag te krijgen. Ik vind het een schande om te zien dat het enige waar economische zaken mee komt een garantieregeling is, waar de praktijk nauwelijks behoefte aan is. Ik neem in ieder geval als plan mee dat we in de Tweede Kamerfractie onmiddellijk tot actie zullen omzetten, dat we garantieregelingen hebben gebaseerd op reële criteria. Minder van die bureaucratische 76 bladzijden rondslomp en premies die voldoende hoog zijn. Maak het de mensen, de creatieve ondernemers die de wil best hebben, zo makkelijk mogelijk om versneld die overstap te kunnen maken. Maar andere dingen waar je aan kan denken is financiële stimuleringsregelingen voor speciaal aardwarmte, subsidies om die techniek te stimuleren. Ik moet u zeggen, ik was tot nu toe vooral bekend eigenlijk met, omdat we in Nederland wonen waar het altijd hard waait en waar er veel zee is, met al die initiatieven voor meer windenergie. Ik zou er ook voor willen pleiten dat voor zover mijn kennis van duurzame energie een beetje representatief is voor hoe de gemiddelde Nederlander op de hoogte is van wat er allemaal mogelijk is met groene energie, dat we veel meer, ook als GroenLinks, bekendheid geven aan deze gigantische mogelijkheden van aardwarmte, daar op politiek, nationaal niveau voor pleiten, op lokaal niveau, naar het voorbeeld hier van de GroenLinks in Noord-Holland. Want ik ben er echt van overtuigd dat aardwarmte op grote schaal in Nederland en internationaal te ontwikkelen, dat heel veel voordelen snel kan opleveren voor het tegengaan van de klimaatcrisis waar we allemaal middenin leven.